het begin van de toccata krijgt de speler de kans om te laten zien wat hij eigenlijk kan. Een enorm snelle, virtuose loop voor de handen en daarna een grote pedaalsolo, heel uitgebreid. Het begin is opvallend. Dat er allemaal van die rusten in zitten, korte fragmentjes, flitsen. Het is eigenlijk een manier waarop een spreker begint. Die zegt iets, of een acteur die doet iets en die doet nog iets. Dan legt hij zijn hoed op een stoel en dan vertelt hij zijn tekst. Het is eigenlijk een retorische formule om de aandacht van de luisteraars te trekken. In die pedaalsolo zitten een paar hele leuke trekjes, echo's, iedereen kent dat wel. Maar hier is dat heel bijzonder. Bach geeft de organist door rusten de kans om een paar registers weg te doen. Dat is ook te zien in de opname. En die echo's is ook niet letterlijk wat ervoor gedaan wordt, maar net een beetje gevarieerd. Zoals dat in de mythologie eigenlijk ook is. De echo die spot een beetje met degene die geroepen heeft. Ja, dat mooie adagio, een soort vioolsolo, met begeleiding, zo mooi is het eigenlijk. Heerlijk om te spelen als organist. Dat eindigt dan heel opvallend, dat het lijkt afgelopen en blijft er één noot hangen. En die gaat door een hele vreemde toonladder naar beneden. En dan ontstaat er een situatie die bijna niet te analyseren valt. Dikke akkoorden, grote dissonante sprongen in het pedaal. Totaal onverwachts. Dat heeft Bach nergens vandaan. Dat is echt origineel, goed verzonnen. Fugathema is eigenlijk heel ongebruikelijk. Ook weer van die gekke rusten. Steeds hetzelfde motiefje, een stukje hoger. En het is wel slim gedaan van Bach. Trekt ook de aandacht, net als het begin van die toccata. Maar in die rusten kan hij verderop dan weer een ander motiefje plaatsen. Wat ook weer heel interessant is. En daar bouwt hij de hele fuga op. Het slot van de fuga is heel speciaal. Dat is wel leuk. Misschien is dat de verband tussen het adagio en de fuga, en heeft Bach toch gedacht van, zo horen die twee stukken bij elkaar. Ik bedenk het nu pas. Maar de fuga die eindigt ook van, we zijn er al. En dan gaat hij door. Het pedaal staat al lang op de onderste C, de slotnoot. Die blijft maar liggen. En de handen die kalven eigenlijk zo af naar beneden. Steeds zachter, steeds minder noten. En helemaal aan het eind is het van, ja, het is ook wel goed zo. Nog een akkoordje en uit.